kijken op de klok, maar die staat al een tijdje stil vanwege de extra tijd. We nemen nog een hoekschop. Nummer 16. En dan is het afgelopen. En dan is Gert Kruis met FC Den Bosch. Tenminste, als de stand die we uit Helmond doorkrijgen ook echt is. 1-1 is het daar. Dat is ook nog goed voor Kruis, dus die moet nu gaan afwachten. Of Den Bosch inderdaad kampioen is van de eerste divisie. Iedereen mee naar voren. Van Driel met de laatste kans voor Excelsior. Zelfs Varkenvisser. Geen buitenspel. Zegers. En dan is het afgelopen. En de droom van Excelsior spat uiteen en wordt een nachtmerrie. Ja, het is gebeurd. Hij hoort het dat het is gebeurd. En Gert Kruis heeft Den Bosch kampioen gemaakt. De Gouden Gidsdivisie seizoen 2003-2004. Van Grinsve en Kruis deden het samen. En wat jammer dat hij zelf niet van die vruchten kan profiteren. Want hij gaat naar de Graafschap. Wat een doldwaze avond. Den Bosch dus uiteindelijk toch kampioen op doelsaldo. Siert de Vos stort zich in het feest. En daar is de schaal bij aanvoerder Unieke. Gefeliciteerd, maar wat hebben jullie spannend gemaakt? Ja, nou net als de hele competitie denk ik dat het dit wel een waardig slot is voor de competitie. Maar inderdaad, heel spannend. Vooral na de tegengoals zag je wel eens een beetje de moed erin zakken. In de schoenen zakken. En gelukkig maken we snel twee goals. En ja, toen wij hoorden dat het 1-0 werd, toen kregen we zo'n boost met z'n allen. Toen wisten we dat er ging vallen. Ja, en als het gebeurt is het fantastisch. En nu? En nu feesten en denk iedereen zo lam als een toeter vanavond. Jongens! Wat jullie misschien niet weten, maar dit wordt allemaal opgenomen. Laat even zien hoe FC Den Bosch kampioen gaat vieren. Ja, mooi kan niet, hè. Zoals je ziet, zo'n spannende wedstrijd en dan binnen het afsluiten kampioen worden. Mooi kan niet. Maar twee keer achterkomen in de kampioenschapswedstrijd. Eigenlijk kan het niet, maar toch kan het. En we hebben ons goed hersteld. Net zoals een paar wedstrijden ervoor. En wij sluiten het weer winnend af. Mooi kan niet. Maar hoe wisten jullie van de gebeurtenis in Helmond? Nee, we hoorden het niet. Op een gegeven moment hoorden het publiek juichen. Toen dacht u wel, het zit goed, 1-0. En het bleef 1-0 eigenlijk. En wij scoorden in de laatste 5 minuten scoorden we 3-2. Dus ja, dan moesten we alleen nog maar vasthouden en dat is gelukt. Mooi, ja. En nu? En nu Eredivisie. En ja, laten we hopen dat we erin blijven en dat zal vast wel lukken, denk ik. En nooit meer naar bed? Voorlopig niet, nee. Voorlopig niet. Ik zou maar blijven. Kun je nog van dat contract af bij de Graafschap? Nou, kijk, dat is de nieuwe uitdaging. We hebben hier de klus geklaard. En op zijn hoogtepunt moet hij weg. En op zijn hoogtepunt moet stoppen. Wat zei je, Wim? Op zijn hoogtepunt stoppen. Ik ben 18 maanden geleden was hij bijna geen club meer. Nee, je ziet dat het leefde. Ik wist dat het een vonkje was waar we aan moesten wakkeren. En als je dit scenario, ja, dat kun je niet bedenken natuurlijk. Hè. Wat is dit voor een titel? Ja, dit is echt van de werkvloer. Het is helemaal een hun. Geweldig chapeau aan al die mensen die kei en keihard hebben gewerkt. 18 maanden geleden zijn we begonnen met een nieuwe treinknecht, een nieuwe hoofdtrainer, een nieuwe dokter, een nieuwe manager. Alles was nu. En je ziet waar het kan toe leiden als je allemaal maar aan hetzelfde koord wil trekken. En innovatief, hè, dankzij deze directeur. Want ik heb nog nooit een
veld gezien met een bierpomp op het veld. Wij blijven Bourgondisch, wij komen altijd terug. We hebben 15 keer zijn we teruggekomen bij een achterstand en ook weer na het seizoen verder. We komen altijd terug. FC Den Bosch, de kampioen van het seizoen 2003-2004 van de Gouden Gidsdivisie. En ik hoorde iemand zeggen, zo lam als een toeter, baal als een stekker bij Excelsior. Glenn, je hebt een paar minuten op de grond gelegen. Je mag zeggen en roepen wat je roepen wil. Dat lijkt me nou niet zo verstandig. Dus natuurlijk, iedereen kan zien dat je baalt, maar geen verwijt te maken. Naar je ploeggenoten bedoel je? Ja, je speelt voor het kampioenschap, dan moet je vuur moet je aan je reet komen. Je moet de gast helemaal opvreten als je kampioen kan worden. Als je dat niet doet, ja, dat houdt het op. Hè. Henk Verstee, Clint Lovens zegt net van, joh, in zo'n wedstrijd moet het vuur uit je kont komen. Is dat volgens jou gebeurd? Nee, vind ik niet. Bij een paar spelers. En ik weet niet eens of het bij andere spelers wel bewust is geweest. Deze wedstrijd moet je er staan en hoe je wint is niet belangrijk als je maar wint. En we hebben een aantal jongens dat laten weten. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat een jongen van 21, 22, 23, waar jij de talloze van oplopen, dat ze denken van joh, ik zal vandaag voor die trainer en voor het kampioenschap zal ik niet alles geven. Nee, luister, laat ik dat even opstellen. Ik wil niet zeggen, want ze zijn niet 23, de oudste is 23. We hebben er ook een stuk of 3, 4 van 18, 19 lopen. Ik wil ook niet zeggen dat ze er niet voor willen knokken, maar in die wedstrijdje moet je iets extra's geven. En ja, ze slaan dicht in plaats dat ze erin blijven geloven. Ja, dan wordt het steeds stiller en stiller in de wedstrijd. En dan is het op een gegeven moment loszand. En er is niemand dan die met name het middenveld voorin de ploeg bij elkaar kan houden. Dat je gewoon gaat voetballen. En het is dan heel optimistisch. We lopen als een kip zonder kop door het veld te rennen. En van de kant is het nog niet meer te sturen. Ja, net niet dus voor Excelsior Den Bosch de kampioen. Die beslissing is gevallen. Er valt nog een beslissing. Want wie haalt de nacompetitie? Nog één plekje te vergeven.